De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, heeft Gershen Asidan, een micro-ondernemer met een visuele beperking, succesvol opgeleid tijdens een driedaagse foodhandlers training, onderdeel van het UNDP-project Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking. Asidan, die ook basis-ICT-training heeft gevolgd, produceert marinade en ontvangt steun van haar familie. Ze waardeert de training van SPWE en hoopt op een eigen productieruimte in de toekomst. SPWE blijft zich inzetten om mensen met een beperking te stimuleren tot ondernemen, zodat ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. SPWE en UNDP werken samen aan een moestuin op de Kennedy School voor leerlingen met een gehoorbeperking als onderdeel van het project Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking. Dit bevordert het concept van eigen groenten telen voor gerechten in de horecarichting van de school en ondersteunt voedselveiligheid. SPWE stimuleert mensen met een beperking om te leren en te ondernemen in lijn met de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking. Zowel SPWE als de Kennedy School benadrukken het belang van de moestuin voor voedselveiligheid. Het Openbaar Ministerie meldt dat het politieonderzoek naar een anonieme strafklacht tegen de regeringsautoriteiten in een vergevorderd stadium is. Verschillende autoriteiten, waaronder de vicepresident en ministers, zijn gehoord. Documenten zijn ingediend door de klokkenluider en ontvangen van betrokken partijen. Het OM blijft het publiek op de hoogte houden.